Heeft u getwijfeld om naar hier te komen? Nee, want ik ben zo gelukkig dat mijn twee vriendinnen, zij is nu van Oostende gekomen om mij te bezoeken tot in Wilsele. En dat is mijn schoolvriendin, wij noemen al een twee Suzanne. Ik ben zo happy dat ik hier de sfeer kan opsnijven, want het is het eerste jaar dat ik geen kerstmis gevoeld heb. En als ze komen, en als ze schieten, sterven moeten we toch. Dat is toch waar? Dood gaat het toch, we blijven toch, nee? Het houdt u niet tegen om naar de kerstmarkt te komen? Want dan sterven we samen. En achter die dood komt er toch iets anders. Ik hoop dat ik leef zo. Moeten ze hier nu extra agenten inzetten, vindt u bijvoorbeeld? Ik me beter beveiligd voelen. Maar ja. Gevoel dat toch goed? Ja, ik heb nog een boodschap. Extra. Ik vind het wel ook voor mij en voor anderen. Ik wil nog eens iets zeggen. Hè. Ik ben 39 jaar getrouwd geweest met een Marokkaan, met een moslim. En ik ben katholiek. En mijn drie kinderen zijn katholiek opgebracht. Allahu Akbar. Er zitten nog goede mensen tussen. Het is niet allemaal van pif, poef, paf en dood. Hè. Uw naam ga ik nog eens vragen, mevrouw. Hoe heet u? Mijn naam is Karin. Mijn C. Verbelen. Dus ik moest ook nog de kar in met mijn verbeelding. Van de bos, even. Ja, en ze komt